dus aangekomen in Fjordland, waar het altijd regent, dus ook als wij er zijn. In de Milford Sound op dit moment. En ik wou jullie even vertellen waar we met Anton staan. Vandaag staan we op een dockcamping. Dat is een soort camping van het staatsbosbeheer van Nieuw-Zeeland. Waar eigenlijk meestal alleen een toilet is, hier achter mij. Dat is een gat in de grond met een wc-bril erop. En verder niks. En dat kost vrij weinig, dus dat is mooi. Andere dagen staan we op een gratis plek. En eens in de zoveel dagen staan we op een echte camping om even te douchen, kleren te wassen en gebruik te maken van internet. Dus zo wisselen we dat een beetje af om de kosten wat laag te houden in het maar soms best wel prijzige Nieuw-Zeeland. Hoi. Hoi. We zijn in de Milford Sounds en het weer is echt ruk voor de komende 5 dagen. Het was een echt wel een hele mooie rit, ook al is alles in de regen. Maar je ziet nou super veel water vallen, wat wel heel tof is. En allemaal wolken en zo. Dat geeft een heel dramatisch effect. Maar ja. Nou, geen mooi weer dus, dat is een beetje pech. Maar aan de andere kant is dit ook wel weer de dramatische natuur. Maakt het ook wel heel mooi. Maar echt een lange trek hier lopen of zo, dat is met dit weer niet echt handig. Het zijn allemaal wel flinke treks die hier lopen met slipperigheid en zo. Dus waarschijnlijk gaan we dat niet doen, maar mooi is het wel. Zeker, echt mooi. Manapuri met Mariam. Hij gaat met ons mee de komende dagen, dus dat is wel heel gezellig. Maar vandaag gaan we naar de Doubtful Sound. We gaan met de boot en dan weer met de bus en dan weer met de boot. En dan blijven we een nachtje slapen. Dus dat schijnt heel erg mooi te zijn.